doet hij ook in hele kleine zaaltjes. In kleine kerkjes, in buurtsozen. En dit boek is hilarisch om te lezen, omdat alles komt voorbij. Wat je met kanonnen wil, met explosieven en dergelijke. Ja. Maar ik wilde even vragen... Ja, in die periode kon ook alles. Ik bedoel, als ik nu een sigaret op het podium aansteek, dan... Komt de brandwacht al, ja. Als je een kanon wil aflaten, dan moet je 10 formulieren tekenen. Kanon, dit kanon, dat jongen, dat een pluim van 11 meter schoot eruit. Dat, wacht, ja, maar in, dat, in dit boek, maar dit, in, nou, in dit boek ga je al die kleine zaaltjes af met al die enorme... Ja, ja, wat, wat, ja. Doe. Maar ik vroeg me af, want dan, je schrijft over, je bent nog niet zo bekend. Ja, hè? Je moet echt publiek winnen. Je gaat in een gammele Renault rijden van Groningen naar Terneuzen in de hoop dat je hem haalt. En dan citeer je, ja, ook in Eland tijdens het wandelen verliest hij zijn gewei en zijn vocht, of zijn vacht. God. Maar hij wandelt toch door. Ja. Wat was, ik zou een Renault 4 kopen en die viel een beetje uit elkaar. En mijn moeder zei, ik ga wel even met je mee, maar ik wil niet in de Renault gaan rijden. Toen had je Hilco, dat was een Renault-verkoper, en die zei inderdaad, Visser, een Eland verliest ook zijn gewei en zijn vacht en loopt ook gewoon door. Ja, weg met die wagen. Wat was dan uiteindelijk die drive om dat te doen? Want je ging eigenlijk naar voor niks, voor amper publiek. Nul, ja. Ja, heel vaak voor nul. En naar Goes en naar Maastricht. En Amsterdam had ik helemaal behangen met A4'tjes. Maar ook helemaal. En 3 avonden nul. Niemand. Ik stond op de kade en niente. Totaal lege zaal. Totaal lege zaal. Of ik mocht wel optreden bij een studentenvereniging. En dan vlogen de bierflessen over het podium en de blikjes cola. En het was... Ja, maar daarom die goede vraag. Avonden. Wat was je drive? Want dat is toch helemaal niet leuk? Nou, als ik gevraagd werd voor een zaal. Dus een gala of een gastoptreden ergens. Dan fikte ik wel die hele zaal af. Ik dook met vliegers de zaal in en met tandpasta en alles. En die zaal ging om. Maar ik dacht dus, ik moet nog. Ik heb wel iets, maar nou moet nog publiek krijgen. Ja, er is ook een lange weg. Een hele lange weg. Nou, daar schiet je niet alleen voor, want je portemonnee schiet er leeg van. Ja, nogal. Nou, bijvoorbeeld, je rijdt naar Goes. Er komt 2 avonden nul mensen. Je rekent je hotel af. Je Renaultje 4 moet een nieuwe band om. En nog wat dingen, dus je hebt 1200 gulden toe. Er was gewoon geld bij. Ging je arm maar naar dit huis. Maar dit heeft wel een jaar of 8 geduurd, deze armoede. Ja, als ik het zo lees. Nee, tussen 84 en 89. En toen rond 90 werd mijn programma op tv uitgezonden. En een deel ervan. En toen was het in één keer een ding. En ik ben met Paul eens. Het boek zit vol prachtige verhalen. Het is hilarisch. Je moet er even eentje vertellen. Toen zat je in de regen op het dak van een theater in Zevenaar. Ja, ik kwam namelijk uit de zaal op, als verrassing. Tralala, met een stokpaard en een musketierpak aan. Veel te grote snor, veel te grote hoed. Hier zit hij. Nou, dit maakte ik zelf nog, die kostuums. Ook nog? Nee, met iemand die hand. En ik kon niet uit de zaal opkomen. Er was geen zijingang, er waren geen coulissen, niks. Ik denk, ik zag een luik achter op de muur en ik denk, dat komt op het dak uit. Dan ga ik naar buitenom het theater. En dan heb ze dat deed ik ook. Ik zat in het kort vertellen, nou, eerst naar buiten. Weer naar tussen de kliko's wachten tot mensen allemaal de zaal in waren. Weer terug. En eindelijk kon ik de noodtrap op, naar boven. En ik hoorde de beginmuziek in de zaal. Je had altijd heel pak aan, hè? Heel pak aan, ik stond met stok. Ja, er liep ook een man onder het theater langs. Nou, die is nog aan de... En ik hoorde de muziek denk, en nou open dat luik. Maar dat ging alleen van binnen open. Pof, oh, kom, nee. Het regende. Ik ging naar beneden, die trap af en omlopen, deur dicht. Ik kwam niet meer op. Het was echt... Er zaten ook 4 mensen, denk ik. 6 misschien. En zeiknat. Ik kwam... Dat paard wat daar op mijn borst zit, op mijn buik zit, dat is van papier maché. Dat lag in stukken over me heen. En niemand uit het publiek verbaasde zich van... Vis heeft wat meegemaakt, die is doodgegaan. Niemand. Bedankt. Iedereen dacht, oh, dat is leuk. Dat geeft hij. Hij komt nou, dat is gezellig. Hoort er allemaal bij. Ja.